De atoomkern en het standaardmodel. Eerste presentatie waar we ons gaan beperken tot de atoomkern. Wij gaan een aantal begrippen herhalen en iets anders gaan definiëren. Nu, in scheikunde hebben jullie uiteraard al gezien dat een stof opgebouwd is uit moleculen. En moleculen zijn op hun beurt opgebouwd uit atomen. En die atomen die worden op basis van hun eigenschappen gerangschikt. De eerste die daar een poging toe deed was Mendeleev. En links zie je de tabel van Mendeleev staan. Rechts zie je het systeem dat we momenteel gebruiken, het periodiek systeem der elementen. Dus tabel van Mendeleev en periodiek systeem van de elementen is eigenlijk niet identiek hetzelfde. Het zijn wel twee pogingen om die atomen op basis van hun eigenschappen te gaan rangschikken. Heel lang heeft men gedacht dat het atoom, vandaar de benaming atoom, A niet temnijn te delen, het kleinste niet deelbare deeltje was. Maar de wetenschap vordert natuurlijk en verschillende wetenschappers komen tot verschillende inzichten. En een eerste belangrijk atoommodel is het atoommodel van Thomson. En het atoommodel van Thomson staat eigenlijk ook een beetje bekend als het krentenkoekmodel. Een krentenkoek. Thomson stelde eigenlijk dat het atoom bestaat uit positieve deeltjes en elektronen. Rutherford ging dat atoommodel iets gaan verfijnen en Rutherford kwam tot de vaststelling van kijk, een atoom bestaat inderdaad uit positieve deeltjes en negatieve deeltjes, maar die positieve deeltjes die zitten in een kern. En die kern die neemt een zeer klein volume in ten opzichte van het totale volume van het atoom en rond die kern heb je eigenlijk een wolk van elektronen. En toen kwam het atoommodel van Bohr. En Bohr zegt van ja, en die elektronen die bewegen niet zomaar rond die kern, die elektronen die bewegen op banen rond de kern. En elke baan vertegenwoordigt een bepaalde hoeveelheid energie. En als een elektron terugvalt van een hogere naar een lagere baan, wordt die bepaalde hoeveelheid energie uitgezonden. Later kwam er dan nog het atoommodel van Schrödinger, waarbij men eigenlijk ging verfijnen en zeggen van kijk, die elektronen bewegen niet op banen, maar bewegen in orbitalen. En orbitalen zijn dan waarschijnlijkheidsgebieden, gebieden waar je 95% kans hebt om een elektron te gaan aantreffen. Goed, de atoomkern zelf, als we die gaan bekijken, want daar gaan we vooral in geïnteresseerd zijn als we het hebben over kernfysica, de fysica van de kern. En een atoomkern zelf, die bevat niet alleen protonen, maar ook neutronen. Dat werd ontdekt door Chadwick in 1932. Bovendien kwam hij ook tot de vaststelling dat het elektronen rond de kern gelijk is aan het aantal protonen in de kern. Protonen en neutronen samen zijn de kerndeeltjes, worden samen ook wel eens de nucleonen genoemd. En protonen en neutronen zijn nog altijd niet de kleinste niet deelbare deeltjes. Nee, protonen en neutronen zijn opgebouwd uit quarks. En zoals we later zullen zien, quarks, dat zijn dus ja, een van de elementaire deeltjes. Even kernfysica en scheikunde vergelijken, want we hebben een aantal, ja, we gaan in kernfysica een aantal zaken iets anders gaan benoemen. In scheikunde hebben jullie gezien dat de plaats van een element in het periodiek systeem aangegeven wordt door een atoomnummer of een rangnummer. Bijvoorbeeld, waterstof heeft atoomnummer of rangnummer 1. Nu, in kernfysica gaan we dat niet meer atoomnummer of rangnummer noemen, maar noemen we dat protonental, om de heel eenvoudige reden dat dat getal het aantal protonen in de kern weergeeft. In scheikunde spreken jullie over het massagetal. En het massagetal, dat gaan wij eigenlijk in kernfysica gelijkstellen aan het nucleonental, omdat dat massagetal geeft ons eigenlijk het aantal kerndeeltjes weer, het geeft ons eigenlijk de som weer van protonen en neutronen. Een nuclide is een atoomkern met een bepaald protonental en ook wel een bepaald neutronental. En een nuclide gaan we in de kernfysica voorstellen als X is dan de naam van het nuclide, de naam van het element. Bovenaan schrijven we het nucleonental, onderaan het protonental. Laat ons even de notatie van een nuclide vergelijken met de notatie in het periodiek systeem. Rechts zie je de notatie zoals je ze hebt in het periodiek systeem. Die 11 is het rangnummer van natrium. En je ziet hier de relatieve atoommassa of het massagetal afgerond 23.
In de kernfysica gaan we dat noteren als een 2311 natriumnuclide. Natrium, de naam van het element. 23 heeft mij het aantal kerndeeltjes weer, het aantal nucleonen weer. 11, ja, dat noemt men het protonental, geeft mij het aantal protonen weer. Dus deze nuclide zal 11 protonen hebben. En 23 min 11, 12 neutronen. Het heeft ook elektronen, maar eigenlijk interesseert ons dat niet. Want in de kernfysica zijn we geïnteresseerd in wat er in de kern optreedt. Dus in de kerndeeltjes, in protonen en neutronen. Wat zijn nu isotope nucliden? Isotope nucliden zijn nucliden met eenzelfde protonental, maar een verschillend neutronental. Bijvoorbeeld, we hebben protium, deuterium en tritium. Dat zijn drie nucliden van waterstof. Protium heeft één proton. Deuterium heeft één proton en één neutron. En tritium heeft één proton en twee neutronen. Kijk naar de definitie. Protium, deuterium, tritium. Isotope nucliden, ze hebben eenzelfde aantal protonen, maar een verschillend aantal neutronen. Ze hebben eenzelfde protonental, maar een verschillend nucleonental. Kijken we naar helium, helium 3 en helium 4, dan zie je dat kenmerkend voor het element is het aantal protonen. Zowel helium 4 als helium 3 hebben twee protonen, maar het nucleonental zal verschillend zijn. Bij helium 4 heb je 4 min 2, heb je 2 neutronen. Terwijl bij helium 3 heb je 3 min 2, heb je 1 neutron. Het aantal elektronen zal gelijk zijn aan het aantal protonen, is 2. Maar nogmaals, elektronen is alleen maar iets waar scheikundigen wakker van liggen. Atoomkernen of nucliden bestaan uit protonen en neutronen. Het aantal protonen in de kern stellen we voor door het protonental Z. Het nucleonental A is het totaal aantal protonen en neutronen in de kern. Nucleonen zijn kerndeeltjes. De kern van een element met een nucleonental A en een protonental Z geven we in de kernfysica weer als AXZ. Nucliden met eenzelfde protonental, maar een verschillend neutronental noemen we isotope nucliden of isotopen. Goed, als we gaan kijken naar de bouwsteen van een materie. Ja, een bloem is opgebouwd uit cellen. Een cel bestaat uit atomen. Gaan we kijken naar de bouw van het atoom, dan bestaat dat atoom uit een atoomkern met daar rond elektronen. Elektronen zijn ook elementaire deeltjes, verder niet meer deelbaar. Maar die atoomkern die bestaat uit protonen en neutronen. En protonen en neutronen zijn op hun beurt nog eens opgebouwd uit kwark. Nuclidenkaart. Wat is nu een nuclidenkaart? Een nuclidenkaart is een kaart waarbij je op de x-as heb je het protonental voorgesteld. En je krijgt het nucleonental op de y-as. Rechts zie je zo een detail van een nuclidenkaart. En op die nucleidekaart, de naam zegt het zelf, zie je de verschillende nucliden van eenzelfde element. Typisch voor nucliden is dat ze eenzelfde aantal protonen hebben. Met andere woorden, alle nucliden van beryllium zie je boven elkaar staan. Ja, die hebben hetzelfde aantal protonen. Hetzelfde, alle nucliden van koolstof zie je hier boven elkaar staan, want die hebben eenzelfde aantal protonen. Nu, een nucliedenkaart geeft ons ook weer of nucliden stabiel zijn of niet stabiel. Zijn ze stabiel, dan worden ze hier weergegeven door een roze kotje. Een groen kotje geeft ons de niet-stabiele nucliden weer. Wanneer zijn die stabiel? Die zijn stabiel als er een evenwicht is tussen het aantal protonen en neutronen. Is er een onevenwicht, te veel protonen of te veel neutronen, of beiden, dan is die kern niet stabiel. Wat gebeurt er met kernen die niet stabiel zijn? Niet-stabiele kernen die streven naar een stabiele situatie, die willen stabiel worden. En hoe gaan ze dat doen? Ze gaan dat doen door deeltjes te gaan uitzenden. Kerndeeltjes, deeltjes afkomstig uit de kern. En dat proces noemen we radioactief verval. De straling die daarbij vrijkomt noemen we radioactieve straling. Nu, kernen met meer dan 83 kerndeeltjes, die gaan altijd onstabiel zijn. Dus zeer zware kernen zijn altijd onstabiel.
voor zeer lichte kernen. En dat zie je hier in deze nucleïdetabel. Ja, zolang dat ze die bisectrice benaderen, ja, dus je ziet dat die evenveel protonen als neutronen hebben, lichte kernen. Zwaardere kernen, die gaan om stabiel te zijn, meer neutronen moeten hebben dan protonen. Later leggen we nog wel uit hoe dat komt. Goed. Voilà, in het groen krijg je de stabiele nucliden weergegeven. En je ziet mijn verhaal, bij een laag protonental moet dat aantal neutronen gelijk zijn aan het aantal protonen. Ja, naarmate we meer kerndeeltjes hebben, zal dat meer gaan afwijken van die bisectrice. Goed. En iets over atomaire eenheden. De atoommassa, of de relatieve atoommassa, zoals jullie die in scheikunde gezien hebben, die wordt uitgedrukt in atoommassa-eenheden. Als de relatieve atoommassa van zuurstof 16 is, dan is dat eigenlijk niet 16 gram, maar dan is dat 16 keer de atomaire massa-eenheid. En de atomaire massa-eenheid is gelijk aan 1 twaalfde van een koolstof 12 nuclide. Dat is 1,66054 maal 10 tot de min 27ste kilogram. Energie gaan we niet gaan uitdrukken in joule, maar in elektronvolt. En wat is het verband tussen elektronvolt en joule? 1 elektronvolt zal gelijk zijn aan 1,6022 maal 10 tot de min 19e joule. En elk deeltje, elektron, proton, neutron, ja, heeft een bepaalde lading en een bepaalde massa. We kunnen die massa uitdrukken in kilogram. Ja, als je dat hier ziet staan, dit is de reële massa van het elektron. Maar nogmaals, heel dikwijls gaan we de massa gaan uitdrukken in atoommassa-eenheden. En dat vind je in deze tabel weergegeven. Deze getallen moet je uiteraard niet van buiten kennen. Deze getallen, ja, die krijg je altijd wanneer we oefeningen gaan maken.